opgehouden zijn. De laatste was 14 december. Toen heb ik een hele mooie fles champagne gekregen op mijn afscheid. Maar, bij het afscheid heb ik onmiddellijk aangekondigd intern dat ik een doorstart zou gaan onderzoeken. En het perspectief was dusdanig dat ik een paar maanden geleden besluit heb genomen om als zelfstandig ondernemer door te gaan. En of dat anders voelt? Nee. Ik heb vorige week mijn eigen salaris over mogen maken. Ik ben er een stuk op vooruit gegaan. Dank u wel. Dank u wel. Frits is nu al een groot succes. Nee. Het voelt wel goed. Eigenlijk is het wel grappig, want ik heb bij mijn afscheid bij het ED ook gezegd. Ik doe nog hetzelfde kunstje, ik zit alleen op een andere plek met een andere achtergrond. En ik hoop dat we een beter magazine hebben gemaakt dan in de afgelopen 7 jaar. En toen ik hem net een aantal uren geleden voor het eerst vast had, weet ik zeker dat we dat hebben gedaan. Maar dat ervaart u straks zelf ook. Zoals gebruikelijk beginnen we met de huishoudelijke mededeling. Want ja, er is weinig veranderd in dat kleine half jaar. Er zijn namelijk huishoudelijke mededelingen. Uw biertjes haalt u aan de bar en roken is buiten. De presentatie is hier binnen, die is nu begonnen. Voor degenen die niet meer binnen kunnen, er is een livestream met het café. En de mensen die het buiten echt heel mooi weer vinden, die moeten daar maar min of meer doorborrelen. Boven zijn er veel plaatsen. Ja, klopt. Dus mensen die willen zitten, boven kan ook nog. En hier is de trap, zegt Anastasia. Ik ga een aantal namen noemen. En dat doe ik omdat er toch een x-aantal mensen is geweest. Ik heb 15 namen hier staan die er toch wel voor hebben gezorgd dat Frits door kon starten. Want er moest natuurlijk wel perspectief zijn. En zonder perspectief had ik het besluit nooit kunnen nemen. Want ik kom uit 29 jaar loondienst bij het ED. Dus ik ben wel gewend aan wat zekerheden. Hoewel dat ook in de dagbladbranche tot aan de voordeur is tegenwoordig. Dus ook als ik veilig bij het ED was blijven zitten, dan had ik geen enkele garantie gehad dat ik daar mijn pensioen wel gehaald zou hebben. En misschien doen we dat dan op deze manier. Ik wil noemen mensen die mij echt naar raad en daad bij hebben gestaan en mede zorg hebben gedragen van het feit dat Frits er gewoon weer is. Chris Albert, Arno Aerts, Steef Blok, Edwin van Enk, Mark Vitters, Winnie Hofman, Rob Jansen, Toon de Koning, Matthijs Metselaars, Hugo Nieuwenhuizen, Rick Polman, Pieter van Zandvoort, Bart Schellekes, Ronald Slaat en Dree Timmermans. Ik wil hun in ieder geval bijvoorbeeld hartelijk bedanken. Zij weten wie zij zijn en waar zij voor staan en ik mag concluderen dat ik me in uitstekend gezelschap bevind. Goed, dan starten we nu maar het programma. En nou wil ik onze gastvrouw naar voren roepen, Anastasia van Gennep.